mag ik een warm applaus en aandacht voor het duo Fountainheads. Heer. Jort, dankjewel voor de aankondiging. Maar dat science fiction, dat is allang science fiction. Want in China hebben deze twee bedrijven de handen ineengeslagen. Alibaba en Tencent, dat zijn de grote ICT-bedrijven in China. En wat hebben die gemaakt? Een fantastische gamification van de samenleving. Je krijgt punten voor goed gedrag. En wat bedoel ik daarmee? Als je in Alibaba bijvoorbeeld luiers koopt, dan zeggen zij je krijgt pluspunten omdat je de Chinese overheid en samenleving steunt. Maar stel dat Jort iets slechts zegt over de Chinese beurs, krijgt hij minpunten. Maar als ik met Jort verbonden ben online, krijg ik ook minpunten omdat hij minpunten krijgt. Dat is de gamification van de samenleving. En in 2020 is dit verplicht voor alle Chinezen. Dus het lijkt soms wel eens of we al in die matrix leven. Jort.